Hello, hello! Fancy seeing you here! Welkom bij weer een nieuwe video. Het is vandaag donderdag 5 voor 12. Ik ben net thuis van kantoor. We zijn dus vandaag niet zo lang op kantoor geweest. Omdat we nog andere dingen te doen hadden. Dus die gaan we vandaag doen. Ik ga even het glas hierbij doen. Voilà. Zakjes. Mijn theetje gemaakt, een groene thee drink ik en dan binnen een half uurtje om 12:30 ga ik eten, denk ik. En ik wou het even hebben over iets heel... Over iets helemaal anders. Ik wou het even hebben over de menstruatiecup. Ik heb dit op Instagram gedeeld. Als jullie deze vlog zien, denk ik dat gisteren op Instagram heb gedeeld. Dat ik dat ga proberen. Ik had een menstruatiecup ontvangen van Holland & Barrette. Niet gesponsord, ik kreeg daar niet voor betaald. Ik had gewoon in een perspakket dat ontvangen met zo andere organic productjes. En ik dacht, ziet er wel interessant uit. Dat is dus eigenlijk een, ja, ik heb hem in, dus ik kan hem niet laten zien. Maar dat is een cupje van een harder plastiek, rubberachtig voelt dat. En dat kun je dus in je vagina inbrengen als je je maanstonden hebt. En dan zal al je bloed daarin gaan. Dan kun je dat ook, dat zo'n staartje precies, eruit trekken en weggieten. Dat heb ik nog niet gedaan. Aan dat gedeelte ben ik nog niet gekomen. Maar ik heb hem wel ingebracht daarnet voor de eerste keer. En ik dacht, ik ga dat hier ook even delen. Omdat ik zelf persoonlijk, ik vind maandverbanden en tampons zo'n gedoe. Ik moet zeggen, ik gebruik niet heel veel tampons, omdat ik dan soms ook nog lek. En ja, dan is dat vervelend. Dus ik gebruik meestal maandverbanden, wat ik persoonlijk ja, minder leuk vind, want dat kan natuurlijk ruiken of zo. En dat is gewoon niet aangenaam, want dan moet je echt wel een onderbroek aandoen waar dat in past. En ik draag het liefst strings, dus dan gaat het al moeilijker. En ja, ik gebruik dat wel omdat ik het gemakkelijk vind om te zien van, moet ik mijn maandverband vervangen, ja of nee? En bij een tampon kun je dat niet goed zien. Dat is nu ook wel natuurlijk bij die menstruatiecup. Ik kan niet zien of die vol zit, ja of nee. Maar je kunt die dus tot 12 uur lang inhouden. En ik denk dat het gewoon een beetje aftasten is van... Ja, dat ik bijvoorbeeld... Nu heb ik die ingedaan, dat ik bijvoorbeeld binnen een drietal uur toch al eens die eruit ga halen. En ga kijken van hoe het zit. En als er al veel bloed in zit, want dan weet ik ook voor mezelf hoe lang ik die kan inhouden. Maar ik heb die dus net ingebracht. Je moet dat in zo'n C'tje plooien en dan naar binnen steken. Ik moet zeggen, dat was wel heel even zoeken. Want dat is natuurlijk wel, ja, dat is niet zo dun als een tampon of zo dat je in je vagina steekt. Maar toch ook zo wat harder, rubberachtig plastiek. Maar eens het erin zat, gaat dat wel goed. Je hoort ook zo precies ploppen, dat zich dat goed zet. Dat is heel gek, dat zuigt zich precies zo vast erin. En nu, ik heb het dus in, ik voel echt niks. Ik voel er niks van, heel aangenaam, geen last van. Dus dat vind ik wel heel fijn, want een tampon voel ik ook wel soms zitten. En dat heb ik, oh sorry, ik duw tegen de tafel en dan wiebelt de camera. En dat heb je met dit wel niet tot nu toe. En er waren echt super veel meisjes die ook sturen dat ze dat ook gebruiken. En nooit meer iets anders willen dan dit. Dus vond ik toch wel, ja, tof om dat met jullie te delen ook. En mijn gedachten te zeggen.
En dan iemand stelde trouwens een vraag, wat totaal geen rare vraag is. Voilà, is hoe diep je dat moet steken. De uitleg staat trouwens allemaal op het papiertje wat je erbij krijgt. En je steekt dat eigenlijk tot aan je baarmoederhals. Natuurlijk, je voelt dat niet, maar je steekt dat gewoon zo diep mogelijk. En dan dat staartje wat er aan is eigenlijk, als dat wat uit je vagina komt, kun je dat afknippen. Natuurlijk, als het uit je vagina is, knip je dat best af. Niet zo tussen je benen beginnen te knippen. Maar bij mij is dat geen probleem. Ik zit hier echt zo casual te voelen. Maar het stokje of het draadje, ja, dat is niet echt een draadje, dat is harder, dus dat is meer een stokje, zit net diep genoeg bij mij. Ik moet gewoon mijn vingers een beetje naar binnen steken en ik voel het. Dus zo kan ik dat er wel uithalen. Maar hoe het natuurlijk is om dat eruit te halen en wat mijn grootste zorg is als je het eruit haalt, moet je dat denk ik wel zo recht kunnen houden dat je niet gaat smossen als er veel bloed in zit. Ik weet niet of dat logisch is. Natuurlijk kun je dat op het toilet gewoon eruit trekken en dan valt dat in het wc. Denk ik. Dat is voor mij nog een vraag. Maar ja, ik ga jullie up-to-date houden in deze vlog hoe het gaat en hoe ik dat ervaar. En wat ik ook nog wel een zorg vind is dat dat niet gaat lekken zoals bij een tampon kan gebeuren. Het is mijn eerste dag van menstruatie, dus dat is altijd bij mij de hardste dag. Heb ik ook het meeste last van mijn eierstokken en het meest gevoel van regels. En heb ik het meeste bloedverlies, dag 1 en dag 2 ook nog wel. Dus ja, keep you posted. Ik dacht gewoon dat is leuk om ja, met jullie te delen. En ik denk ook wel, het is natuurlijk iets heel ecologisch, waar ik ook wel, mijn thee is echt nog veel te warm, waar ik ook wel all for ben, dat dat gewoon heel ecologisch is en dat dat niet zo is als een tampon en een maandverband wat je de hele tijd moet weggooien. En ja, dit is natuurlijk minder vervuiling en zo. Dus keep you guys posted. Oké, er komen ook wel nog wat andere vragen binnen. Dus ik ga die in deze vlog beantwoorden zoals ik op mijn Instagram heb gezegd. Iemand vraagt ook hoe je dat erin steekt. Want die persoon doet dat gehurkt. En gehurkt denk ik ook wel dat een goede methode kan zijn. Inderdaad. Maar ik heb dat... Ik ga het laten zien. Ik heb dat zo gedaan. Hier staat een bank. Dus ik heb één. Ik heb dat voor alle zekerheid niet hier in mijn living gedaan. Ik heb dat boven in de badkamer gedaan. Maar ik denk, je kunt je been best op het toilet zetten. Of in de badkamer op een stoeltje of zo. En dan een beetje zo naar achter gaan staan. En dan erin brengen. Ik heb het gevoel dat je dan het beste eraan kunt. Dus zo heb ik dat gedaan. Misschien gehurkt, inderdaad. Dat is voor veel mensen ook makkelijk, maar ik denk als je gehurkt zit, dat dit dan ook wel anders krolt. Hoe noemt dat? Uw vagina buis, noemt dat zo? Maar alleszins, ik denk dat mijn manier wel makkelijk is. Voor mij ging dat toch dan makkelijk. Dus ja, en ook... je kunt ook een beetje glijmiddel erop doen, op waterbasis of wat water. Ik had mij nat gemaakt, ik weet niet of ik dat al heb gezegd, ja of nee. Maar dus zo gaat het ook wel beter erin, dat glijdt dat beter. Okay, ik heb net mijn cup voor de eerste keer uitgedaan. Het is 2 uur, dus die zat er 2 uren in. En er zat wel al wat bloed in, maar als dit de cup is, denk ik dat er zo veel bloed in zat, dus nog niet zoveel. Dus ik denk gerust dat ik wel 8 uur of zo daarmee kan. Het eruit halen was wel even moeilijker, want ik had het gevoel dat ik er heel hard aan moest trekken. Maar dat zuigt zich vacuüm in u, dus je moet zo daaronder trekken. En dan hoorde ik er zo lucht in het cupje komen, dat lost en dan kun je dat gewoon uittrekken. Ik heb dat gewoon op de wc gedaan. Dus eigenlijk gewoon als je zit eruit trekken en in de wc laten leeglopen. En dan natuurlijk even met goed warm water afwassen. En dan kun je dat terug inbrengen. En tot nu toe gaat het dus eigenlijk best goed. Ja.
best blij. Allee, het is makkelijk, je voelt het niet. En je zit niet zo met die vieze maandverbanden en die vieze tampons. Oké, natuurlijk, je haalt het eruit en je kapt dat bloed eigenlijk dan zo in de wc. En ja, dan moet je dat afwassen. Er hangt ook nog wel wat bloed aan natuurlijk. Maar ja, het is je eigen bloed, het is nu niet zo erg. Op dag 1 heb je wel, ik heb dat toch zo wat meer slijmig bloed, dus dat hing er ook wel aan bij mij. Een beetje, maar je kunt dat met dat staartje vasthouden en gewoon onder de kraan doen en het is weg. Dus ja, dat is eigenlijk super handig. Ja, ik ben benieuwd hoe het verder gaat verlopen. Ik heb trouwens, ik had ook niet gelekt in die 2 uren, ook al had ik het gevoel dat dat zo wat lekkend was, maar ik heb niet gelekt. En ik zal ook eens even kijken of er nog vragen waren op Instagram. Hoe lang mag of kan je de cup inhouden? Dus tot 12 uur. Je kunt dat dus ook 's nachts aandoen blijkbaar. Wat velen ook zeiden van jullie op Instagram, dat dat super handig is voor 's nachts. Velen zeggen ook wel van, ik heb het echt wel een tijdje moeten proberen. En nu pas bij cyclus 3, de derde keer dat ze regels heeft, dat ze het echt wel onder de knie heeft. En dus ja, om te verversen, je haalt het eruit en je spoelt dat af onder heel goed heet water. En het wordt ook wel aangeraden om af en toe eens te koken. Gewoon in een pot op het vuur koken in water wat 100 graden is, dus kookt. En 5 minuutjes daarin te leggen. Zo denk ik ook dat je verkleuring tegen gaat. Want mijn cup is nu doorzichtig. En ik denk wel dat dat door het bloed wel zo wat rood-geliger gaat kleuren na een tijd. Dus ik denk dat je dat daarom ook wel vaker moet koken. Blijft het hele menstruatie zitten? Ja, nee. Kan het 12 uur aan een stuk inhouden. Vind je dit hygiënischer dan een tampon? Ja, dat vind ik wel. Ik heb sowieso niet graag een tampon. Een tampon, ja, dat heb ik al gezegd in het begin van deze video. Maar dat begint ook zo soms wat te pluizen en zo. En nee, ik heb dat niet graag. En ook als je niet hard bloedt, dan... Ja, een tampon droogt ook precies de binnenkant van je vagina uit, heb ik het gevoel. En dan heb ik soms wel zo wat jeuk, omdat dat precies droog is. Dit is wel een goede vraag. Is het handig als je het moet verversen ergens in het openbaar? Nu, ik heb dat net hier op het toilet gedaan en ik heb een wasbakje op het toilet waar een water uitkomt. Dus ik heb dat in het wc gedaan, maar ik zou het nooit dan direct terug inbrengen, want er hangt nog zoveel bloed aan. Er hing nog bloed aan. Dus je moet dat wel ergens kunnen wassen. Dus ik denk op een openbare wc waar je niet zo in je toilethokje een wasbakje hebt, dat dat moeilijker is, wel, om eerlijk te zijn. Als iemand hier tips over heeft of zo, laat het zeker in de comments weten, want ik ben heel benieuwd. Maar ik zou wel bijvoorbeeld denken, als ik wegga om dat ervoor te doen en je kunt het 12 uur laten inzitten. Dus stel, oké, de restaurants en zo zijn nu toe, dus nu is dat niet van toepassing, spijtig genoeg. Maar stel je gaat op restaurant, zou ik zeggen daarvoor van, ik ververs die, ik spoel die even af, ik steek die terug in. En dan weet je ook, als je 3, 4, 5 uur op restaurant zit of zo, dat je daar niet aan moet denken. Kan je ermee zwemmen? Ja, je kunt er blijkbaar gewoon mee zwemmen. Want dan zuigt zich vacuüm. Je hoort dat ook wel. Als je dat inbrengt, ik pit dat zo aan de C, dan breng je dat in. En dan hoort je ook zo dat dat open gaat precies. En doet. Het is herbruikbaar. Je kunt het blijven gebruiken tot je denkt, oké, nu moet ik wel eens een nieuwe kopen. Dus ik denk wel dat ik na 3, 4 keren mijn maandstonden te hebben, stijl. Dus binnen 4 à 5 maanden dat ik dan wel eens een nieuwe ga kopen. Kostprijs, mijne was 9 euro. Dus best goedkoop, want maandverbanden en tampons kopen kosten ook veel. Waarom is dat beter als een tampon? Ja, ik denk gewoon dat dat veel properder is ten eerste. Een tampon houdt al die bacteriën vast en dat blijft eigenlijk nog rond je wand dan, want die tampon zit erin. Dus je vagina wand raakt dat. Hier gaat dat in dat cupje, dus dat bloed
ja, die bacteriën blijven niet aan je wand. Als je snapt wat ik bedoel, dus dat denk ik wel dat goed is. Ik denk ook, ja, het kan langer blijven zitten. Een tampon kun je niet 12 uur laten zitten. Want bij een tampon kun je ziektes krijgen als je dat te lang laat zitten. Ik weet niet of jullie dat ooit hebben geleerd op school of ooit hebben gehoord. Maar als je een tampon te lang laat zitten, dan kun je daar best serieuze ziektes van krijgen. En ja, omdat die bacteriën allemaal in die tampon zitten en dat zit erin. Nu gaat dat in dat cupje, dus dat raakt uw, ja, uw, hoe noemt dat, vagina buis wil ik heel tijd zeggen, maar ja, dat raakt dat niet. Dus dat denk ik ook wel dat hygiënischer is. En waarom het nog beter is, het is gewoon beter voor het milieu. Ik ben nu niet de extreemste die denkt aan het milieu of zo, maar waar ik kan, probeer ik toch voor minder afval te zorgen. En natuurlijk, maandverbanden, tampons en zo, elke maand is heel veel afval. Dus dit is daarom ook veel beter. Nog wel een vraag van iemand die zei ook dat die lekte. Blijkbaar zijn er dus maten in die cups. Ik heb nu een small, maar je kunt dus ook een medium en een large. En dat betekent, die zijn niet per se dikker, maar wel langer. Dus ten eerste houdt dat meer bloed op nog. Dus stel, als je heel hard bloedt tijdens je regels altijd, dan kun je beter een large nemen, omdat dat meer vangt. Plus, die zetten zich ook wel iets breder als je dat in je vagina steekt. Dus ja, niet iedereen heeft dezelfde vagina. Sommigen hebben een wijdere vagina, van binnen bedoel ik dan, hè. De buis. Ik kom echt niet op dat woord. Ik zit hier maar met mijn vagina buis. Maar dus, naar waar de baarmoederhals ook gaat en zo. Dus sommigen hebben dat breed, sommigen hebben dat klein. Dat hangt er ook vanaf. Je hebt ook tampons in small, medium, large. En dat heb je bij deze cups ook. Iemand vroeg dus ook dat hij zich afvraagt hoe je dat er deftig kunt uithalen zonder overal bloedspetters te hebben. En dat was wat ik mij ook afvroeg in het begin. Maar het is echt heel makkelijk. Je moet gewoon echt rustig eruit trekken. En eerst moest ik wel even hard trekken. En dan rustig. En dan hoort je zo dat dat lost eigenlijk, die lucht, en dan gewoon eruit halen. Dat blijft eigenlijk recht. Dat staafje is ook hard, dus dat valt niet om. Het is niet als je dat bij dat staafje vasthoudt, dat dat cupje omvalt. Dat blijft mooi recht allemaal. Dus dat ging eigenlijk heel vlot, had ik niet verwacht. Hoe beslist je welke maat je nodig hebt? Ja, dat weet ik eigenlijk ook wel niet heel goed. Ik denk gewoon dat dat trail and error is, dat je gewoon moet proberen. Ik heb nu die small geprobeerd en ik hoor die echt vastzuigen. En ik denk gewoon, als je merkt dat je echt lekt, dat je dan naar een medium of een large moet gaan. Dus ja, ik denk dat dat vooral gewoon het ding is dat je moet proberen. Blijven uw vingers proper bij het uithalen van de cup als die geledigd moet worden? Ja, ik moest mijn vingers een klein beetje naar binnen steken en dan voel ik dat stakje. Dus dan trek ik dat eruit. En dat was proper helemaal. Mijn handen waren ook helemaal proper. Ik heb die natuurlijk gewassen daarna, ervoor en daarna. Maar er was geen bloed aan mijn handen. Wat ik wel ook doe, is als ik die cup erin steek, dan pak ik wc-papier, maar dat deed ik ook altijd bij een tampon. Dan pak ik wc-papier en dan wrijf ik nog eens goed en ook goed aan de opening, dat er geen bloed meer hangt en niks in je onderbroek komt van wat er ervoor misschien kon hangen. Stel als je een maandverband had aangehad en je doet daarna een cup erin, dan moet je ook goed je vagina afvegen en afwassen natuurlijk. Oké, dat waren de vragen tot nu toe. Goedemorgen, het is de volgende dag. En ik dacht, ik wacht even om verder info te geven, zodat ik gewoon ook de goede getest heb. Het is nu, wanneer heb ik gisteren nog gevlogd? Rond 3-4 uur en het is nu 11 uur de volgende dag. Ik heb zoveel last van mijn regels, maar oké. Kijk, ik was even aan het wachten tot de waterkoker gestopt was. Maar dus, ik heb goed kunnen testen. Ik heb ook
hier kale plek. Ik heb ook heel de nacht de cup ingehad. Ik heb die gisteravond, ik denk om 11 uur, nog eens vervangen, afgespoeld, terug ingedaan. En deze morgen rond 10 uur denk ik uitgedaan. Ik moet wel zeggen dat ik deze morgen echt gestruggeld heb met die eruit te krijgen. Want ik was wel een beetje bloed aan het lekken. Maar daarmee voelde ik ook dat ik hem er niet te goed had ingedaan. Ik had zo'n C geduwd. En die was niet open gegaan helemaal. Dus langs één kant kon er nog een beetje bloed langs door. Maar ik heb niet gelekt deze nacht of zo. Er was niks. Ook niet in mijn onderbroek. Ik had voor de zekerheid ook een inlegkruisje bij ingedaan. Maar er was niks. Alleen deze morgen toen ik die eruit wou halen, merkte ik dat er bloed aan mijn vingers was. Dus heb ik eerst met toiletpapier alles wat schoongeveegd en dan eruit getrokken. Want anders gleed dat zo dat stokje te hard en ik kreeg dat er niet uit. Dus ik heb echt bijna met twee handen moeten trekken om het eruit te krijgen. Maar het is er uiteindelijk wel uitgekomen. Ook wel zo zacht, dus dan ben je nog wat moe en woozy. Dus dan is dat wel moeilijker om dat eruit te halen, vind ik persoonlijk. Maar voor de rest is het eigenlijk allemaal heel goed gegaan. Ik heb dus niet gelekt. Ik denk, had ik het langer ingehouden, dan had ik wel gelekt. Maar daarom is ook wel die 12 uur regel. Ik had het nu wel 11 uur in. Dus dat is wel lang. Mijn cup was ook niet vol, wel niet van deze nacht. Dus ik had het gerust nog iets langer kunnen inhouden. Maar ja, toch die 12 uur regel respecteren. Nu heb ik het ook even uitgedaan. Heel even een maandverband in. En dan denk ik dat ik het binnen een uurtje terug ga indoen. Dus ja, voor mij is het wel goed meegevallen. Mijn ervaring is er tot nu toe goed mee. Ik ga het sowieso blijven gebruiken. Ik ga ook geen... Ik heb nu nog maandverband liggen, maar ik ga geen nieuwe kopen, omdat ik dat wel verspilling vind. Dus ja, ik ben wel blij. Ik vind het sowieso beter als een tampon. Sowieso. Ik voel het echt niet zitten. Als je het in hebt een minuut later, voel je het niet meer. En ja, het is gewoon wel echt heel gemakkelijk. Ik dacht ook wel dat dat viezer ging zijn. Allee, vies ging zijn of zo. Maar dat is eigenlijk niet. Dat is natuurlijk ook je eigen bloed. Ja, het is je lichaam. Ik denk niet dat je daar vies van moet zijn. Dus ja, ik vind het helemaal niet vies. Het is ook proper. Mijn enige vraag is gewoon, wat doe je als je bijvoorbeeld op restaurant bent? Ik zou dan denken, je doet dat ervoor thuis nog even. Maar stel nu dat je een hele dag weg bent. Stel dat je naar een pretpark gaat. Ik weet niet als je momenteel naar een pretpark mocht gaan. Maar stel dus niet naar Parijs. Ik zeg maar iets losstaand van corona momenteel en zo. Dat je daar de hele dag rondloopt, dan moet je dat natuurlijk wel eens verversen, denk ik. Zo in het midden van de dag of zo. Dus hoe doe je dat dan? Want dan heb je geen wasbakje in je wc-kotje. En ik denk nu, ik zou het niet, als ik dat heb uitgegoten, dan zo er al terug insteken, want daar hangt nog wel bloed in, wat daar aan blijft hangen. Ik wil dat wel even wat afspoelen. Dus als er mensen zijn die daar een antwoord op hebben, please let me know in de comments. Ik ben heel benieuwd wat dat jullie oplossing daarvoor is. Of heb je misschien een tweede bij en dat je die vuilen in een plastic zakje of zo in je tas? Want dat is misschien ook raar en vies. Ik weet het niet. Dat zou ik wel willen weten, dus let me know. Ik ga ook kijken als er nog nieuwe vragen waren. Dan ga ik die nog beantwoorden. Iemand zegt dat eruit halen bij haar echt wel pijn doet. Ik had daar nu geen pijn van. Misschien heb je dan een te grote of zo. Moet je een maatje kleiner proberen. Ik had het ook gezegd op Instagram en ik denk ook in deze vlog dat ik 3 jaar lang de Nuva-ring heb gebruikt. Dus dat ik het wel gewoon ben om iets in te brengen in mijn vagina dus. En iemand vraagt waarom ik dat niet meer gebruik.
Wel, ik wil gewoon geen hormonen meer gebruiken. Ik gebruik niks, geen pil, geen niks. Ik heb een andere manier die ik ook binnenkort met jullie ga delen. Van anticonceptie, natuurlijke anticonceptie wat ik gebruik. En daarnaast gebruik ik ook een condoom mocht ik in een periode zijn dat ik fertile of dat ik zwanger kan worden. Dan gebruiken we een condoom. Dus, maar daarover meer. Maar ik wil gewoon geen hormonen meer. De NuvaRing vond ik langs de ene kant beter dan de pil, want de hormonen werken plaatselijk. Dus je hebt niet zoveel last van de hormonen in je bloed. Dus dat vond ik wel goed. Maar NuvaRing ging vaak laag hangen. Dat is aan de opening van de vagina. En dat hebben heel veel vrouwen die de NuvaRing gebruiken. Waardoor die onderkant van de NuvaRing in je onderbroek schuurt. Ja, in je onderbroek, tegen je onderbroek komt soms. En half uit je vagina hangt. Waardoor die ring bacteriën oppakt. En als je die dan terug beter naar binnen duwt, gaan die bacteriën in je vagina. En daardoor kun je ontstekingen krijgen. Dus ik heb op die 3 jaar tijd met de NuvaRing wel eens 3 ontstekingen gehad of zo. Vaginaal ontsteking. En dat is niet aangenaam. Want ik kwam dus echt door de NuvaRing. Omdat dat bacteriën meeneemt in je vagina en dat is gewoon niet zo goed. Dus daarom ben ik daarmee gestopt. Sommige vrouwen hebben daar ook geen last van, maar bij de meeste vrouwen gaat dat wel na een tijd half uit je vagina hangen of komen. Je moet de cup, als je ze vervangt, niet koken. Je kunt ze best koken voor je regels en na je regels, maar tussenin kun je die gewoon met warm water afspoelen en dan er terug in doen. Dus je hebt geen nieuwe cup nodig. Je kunt natuurlijk met meerdere cups werken als je dat beter lijkt ofzo. Maar ik heb opgezocht, het is niet nodig om die te koken tussenin. Maar wel voor je regels en na je regels. En dan als de volgende regels beginnen. Ik denk ook wel dat ik hem zelfs even ga koken gewoon eens tussenin. Om toch weer een heel propere cup te hebben. Kan een menstruatiecup met een spiraaltje gebruikt worden? Ja, dat had ik ook gelezen. Je kunt dat met een spiraaltje gebruiken, want je spiraaltje zit nog hoger. Dus dat kan. Hangen je handen niet vol bloed? Ik denk dat ik dat gisteren al heb geantwoord. Deze morgen had ik wel een beetje bloed aan mijn handen, omdat ik die niet er te goed... dat ik die niet te goed erin had gestoken. Maar zoals ik al zei, het is je eigen bloed, dus... Ik ben er nu niet zo vies van. Was gewoon je handen te goeien met zeep en dus weg. Hoe ontsmet je die? Dus dat is met te koken in kokend water 5 minuutjes. Kan het een allergische reactie veroorzaken? Ik denk als je bijvoorbeeld niet tegen condooms kunt. Dus tegen dat, dat is een soort van, wat is dat, rubberachtig? Zoiets, een condoom is een speciaal materiaal. Ik denk als je daar niet tegen kunt, dat je ook moet opletten bij bepaalde cups. Ik heb een Organi cup, dus dat is helemaal organisch, ook van organisch materiaal. En daar staat ook op dat het allergievrij is. Dus normaal gaat je daar geen last van hebben. En ik weet niet of ik dat al heb gezegd, maar ik heb mijne van Holland en Barrette. Kookt je dat dan in een gewone kookpot of heb je daar een aparte kookpot voor? Ik kook dat in een gewone kookpot, want als je kookt op 100 graden gaan alle bacteriën gewoon weg. En dan zet ik gewoon mijn kookpot in het afwasmachine. Dus dat is ook niet echt vies of zo. Oké, ik denk dat ik alle vragen heb beantwoord. Mijn enige vraag dus naar jullie nog toe, naar gebruikers die dit al lang gebruiken, is... Hoe doe je dat als je op een dag uitstapt of zo bent? Laat mij het weten onder in de comments. Ik ben benieuwd hoe dat dan gaat. Hopelijk hebben jullie iets aan deze video gehad. Ik ga deze nu nog proberen te editen en online te krijgen voor vandaag. Ik had normaal vandaag een vlog, maar die komt maandag. Omdat dit wel wat helpful is voor vele jonge meisjes, denk ik. Dus laat zeker weten wat jullie ervan vinden. Als jullie het zelf gaan proberen, ik ben benieuwd. Doe ook thumbs up voor deze video. Laat een leuke comment na. Of als jullie antwoord hebben op mijn vraag, laat dat dan weten. En dan zie ik jullie snel weer.
voor drie.